Welkom allemaal en leuk dat jullie kijken naar de laatste kerstspecial van dit jaar. Ja, ik heb er best wel wat gemaakt, maar dit wordt dus de laatste. En we gaan het op een leuke manier afsluiten. Ik ga namelijk alle kerstskins kopen die er zijn in Brawl Stars. Ik heb er al eentje, dit is namelijk Penny. Ik weet niet, die had ik vorig jaar al gekregen of gekocht, ik weet niet precies. In ieder geval, die heb ik al en daar gaan we dus mee spelen. Maar in de store zijn er ook nog twee te koop. En we hebben een gratis Rico Chat skin. En ja, die is gratis, dus iedereen heeft die. Maar het is toch wel weer leuk meegenomen, weet je, zo'n gratis skin. Maar er is alleen één klein probleempje wat ik echt fucked up vind. En dat is namelijk deze aanbieding. Het is een zieke aanbieding, het is echt super nice. Maar het is echt zo zuur, want ik heb gisteren een 100 euro doosopening gedaan. En toen had ik nog voor 22 euro erbij gekocht, omdat ik anders niet voor de, zeg maar, de 100 euro zou uitkomen. Dus had ik voor 22 euro 360 edelstenen gekocht. En hier heb je voor 22 euro 450 edelstenen, dus je hebt meer edelstenen, plus nog 6000 coins en 6 megadozen. Oh, dit is zo fucked up. Dit is echt fucked up, maar ik wil het niet openen. Ik vind het gewoon te zonde bijna om dit te gaan openen. Nou, of ik doe het wel, nou, ik weet niet. Maar deze video doen we het sowieso niet, maar ik vind het erg lastig. Maar als deze video online komt, is deze aanbieding al weg. Want ik neem wel deze video even van tevoren op. Maar het is echt fucked up dat die aanbieding dan nu pas tevoorschijn komt. En niet gisteren, maar ja, dat doe ik weinig aan. Maar we gaan ook nog Santa Mai kopen. Ik vind die best wel leuk eruit zien. En we gaan ook nog Rendier Nita kopen. Ik heb eigenlijk voor beide, heb ik al skin of voor Dynamite weet ik niet eens zeker. Maar Centermike ziet er leuk uit, dus die gaan we ook kopen. En die andere gaan we dus ook kopen. Dan heb ik nu alle kerstskins die er zijn in Brawl Stars, die heb ik dus. En trouwens, vergeet niet even allemaal dat duimpje omhoog achter te laten op deze laatste kerstspecial. 3000 likes zou super nice zijn als dat gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. Dynamite, waar heb ik die staan? Of Santa Mike moet ik nu eigenlijk zeggen. Oh, ik had nog geen skin van hem, dus dat is op zich wel nice. En dan hebben we natuurlijk van Nita ook nog. Die had ik helemaal boven staan. Hier, inderdaad. Hij ziet er echt wel baas uit. Kijk, dit is de skin die ik eerst had. Panda Nita is op zich ook leuk, maar deze ziet er toch wel een stuk vetter uit. Die beer vind ik er vooral baas uitzien. Maar we gaan gewoon met elke knokker waar ik nu net een skin mee heb gekocht een spotje spelen. En we gaan kijken of we ook met elke knokker een victory kunnen halen. Zou heel chill zijn. En Nita vind ik echt een super chille knokker. Helemaal met de sterrenkracht vind ik het nice. Oh, er is een software update. Maakt me nu niet uit. Dat wordt vanavond geïnstalleerd. Dat maakt voor deze video boeit helemaal niks. Oké, we beginnen mooi met de krachtpunt. Dat is chill, maar eigenlijk het belangrijkste is om met Nita, zeg maar, zijn special vrij te spelen. Als jij eenmaal die beer hebt, ben je zo sterk. Dat is echt niet normaal. We kunnen in ieder geval wat hits doen op die boel. Moet ik wel op afstand blijven. Maar dat is wel chill, want die boel, die kan niet zoveel. Oh, die gaat nu ook al weg. Dan kunnen we hopelijk deze even openen. Ja, dan heb ik nu ook mooi 3 krachtpunten. Oh, nu moet ik trouwens hier wel weg. Want die boel die gaat sowieso die pakken. En dan is hij super sterk. En daar moet ik niet bij in de buurt staan dan. Maar ik ben al op de helft van mijn special. Dus dat is wel chill. Wat gaat die Penny doen? Die heeft trouwens ook zijn kerstkin. We kunnen even kijken of we die kunnen killen. Zou mooi zijn. Nog 1 hit. Nog 1 hit. Ah, nee, net niet. Oké, nu ga ik weg. Oh, want anders zou ik ook nog bijna doodgaan. Maar ik heb nu nog 1 hit nodig. En ik heb een special. En dan kunnen we echt op oorlogspad. Wie was hier trouwens? Ik zag daar een knokker met 5 krachtpunten. Was dat die ik net tegenkwam? Ik weet het niet zeker. Maar in ieder geval, ik ga er niet heen. Ik weet niet of hier iemand zit. Ja, er zit inderdaad iemand. Zit er Jesse. Maar dan ben ik wel sterker dan hem. Ik wil eigenlijk wel even 1 hit doen bij hem. Dat zal wel chill zijn. Want dat betekent dat ik mooi even mijn special kan inzetten. Misschien nu. Kom op. Ja. Nice. Oké, ik heb mijn special. Dan kan ik nu een beer inzetten, mocht dat nodig zijn. Oh, daar was een Leon. Leon was het. Oké, dan gaan we nu hierheen. Ik zal mijn beer inzetten. Zo, hoppatee. Mijn beer wordt dan niet geboost, maar dat maakt in principe niet heel veel uit. Hoppatee, dan hebben we deze kill. 6 krachtpunten. Kijk, en dan kunnen we nu achter Rico aan. Rico chat eigenlijk. Kom op, killen. Oh, die boel is ook geboost. Oké, dan is het nu showdown. Oh, dan moet ik trouwens echt uitkijken. Ik moet echt uitkijken. Kom op. Even mijn special. Oeh, dat scheelde niet heel veel. Maar ik zag dat hier een boel. Oh, wat? Nee, dat was ziek gespeeld van hem. Oh, joh, dat was wel knap gespeeld. Ik dacht echt, dit heb ik gewonnen, want ik zou die super pakken. En dan had ik sowieso gewonnen. Maar, oh, donders, dit was knap gespeeld van die boel. Ik had ook helemaal niet door dat hij special had. Maar we zijn tweede geworden. Dus op zich nog steeds prima voor een eerste potje. Eerste potje met mijn nieuwe kerstskin, tweede. Dat vind ik goed genoeg. Maar we gaan nu even met Santa Mike spelen. En daarna doen we natuurlijk ook nog met Penny. Maar Penny heb ik al heel lang die skin. Dus daar heb ik wel meer victories mee gehaald. Maar dat doen we zo meteen ook nog even. Gewoon puur voor deze video. Maar eerst even met Santa Mike. En ik heb natuurlijk de nice, in ieder geval star power die er is. Met Dynamite. Namelijk dat ik kan jumpen. Kijk dan. Woep.
Het heeft me niet echt toegevoegde waarde, maar het is wel leuk. En daar gaat het om, een beetje Brawlstar speel je ook omdat je het leuk vindt natuurlijk. Nou, ondertussen heb ik stiekem best wel wat potjes gedaan hiervoor, maar het gaat niet echt allemaal even lekker. Nou, trouwens ook niet slecht. Ik eindig gewoon de hele tijd een beetje middenmoot. En dat is op zich prima, want dan krijg je geen min-trofeeën. En dat is ook heel belangrijk, dat je niet naar beneden gaat. Maar het is ook niet echt leuk voor een video. Dus ik probeer dit potje een beetje goed te maken. Ik zie dat daar een Rosa loopt. Moet wel even vooruit kijken, voordat hij mij nog probeert te killen. Die kan nu misschien gekild worden. Ik heb in ieder geval mijn special al, dus dat is wel chill. Zit daar nog iemand in de bosjes? Ja, daar zit inderdaad een boel. Moet ik even vooruit kijken en daar nog Rico. Maar op zich, het gaat prima. Het is een leuke game mode. Waardoor die boost... Ja, ik kan die boost bijna nooit pakken. Want als daar bijvoorbeeld een boel loopt, dan is het voor mij echt onmogelijk om die boost te pakken. Mijn special zou ik die inzetten? Nee, dat zou een beetje zonde zijn. Maar we kunnen even kijken of we die boel misschien hier kunnen killen. Dat zou wel nice zijn. Ja, die is nu bijna dood. Oeh, we moeten trouwens hier even uitkijken. Misschien... Oh shit, net niet mijn special geraakt. Dat is zonde. Anders had ik die Rico denk ik wel gekild. Maar nu helaas net niet. We moeten trouwens wel even uitkijken. Maar misschien dat we die Rico kunnen killen. En tot nu toe gaat dit potje op zich wel prima. En daar zit nog die boel, dacht ik. Ja, daar zit inderdaad die boel. Dan kan ik die gewoon lekker een paar keer hitten. En dan heb ik nu in ieder geval meer mijn special. En dat is ook belangrijk. Check dan. Maar dit is de hele tijd. Kijk, het zijn best wel pro's waar ik allemaal tegen moet. En hoeveel mensen er nog zijn op zo'n klein stukje. Oh, daar was gewoon een Shelly. Die kunnen we misschien nu killen. Dat zou mooi zijn. Yes, hoppatee. Dan gaat dit potje wel lekker. Oké, dan laat ik dit potje sowieso zien. Ook al gaan we misschien niet de eerste worden. Ik laat hem sowieso zien. Hier. Oh, daar is een boost. Dat is wel een beetje fucked up. Daar is ook nog een boel. Dan moeten we ook vooruit kijken. Oké, nou, ik laat ze mooi daar een beetje hun gang gaan. En dan blijf ik een beetje hier. Oh, dan kunnen we daar misschien nog een kill maken. Ja, dan kunnen we in ieder geval de top 3 komen. Oh, nice. Oké, hier even mijn special. Boop. Oh, donders. Dat scheelde helemaal niks. Maar dit gaat goed. Dit gaat goed. Dit gaat goed. Kom op. Ik moet hem nu wel hitten. Ik moet hem nu wel hitten. Kom op. Oh, shit. Oké, ik heb hem wel gegrepen. Maar ik zie dat hier nu een special ligt. Dus dat is in ieder geval chill. En ik heb mijn special. Dus dat is ook mooi. Kom op. Nu moet ik even een hit doen. Kom op. Ja, ik heb hem gekild. Ja, toch nog een victory. Lekker hoor. Oké, dan is het uiteindelijk helemaal goed gekomen. Echt. Ik heb hier voor vettelpotjes gepraat. Nou, trouwens helemaal niet. Ik heb hier vettelpotjes voor gespeeld en er gewoon niet gepraat. En juist het potje waar ik weer begin te praten, haal ik meteen een victory. Dus misschien moet ik dit gewoon weer wat vaker doen. Gewoon wat meer praten tijdens de video. En dan komt het helemaal goed. Maar dan hebben we nu ook een victory met Dynamark trouwens. Die eerste potje hebben we natuurlijk niet met Nita een victory gehaald. Toen zijn we tweede geworden. Maar wel met Dynamark een victory gehaald. Maar dan gaan we nu even met Penny spelen. En ik heb trouwens met alle knokkers waar ik een, zeg maar, cast outfitje van heb gekocht. Zeg maar, een cast skin. Heb ik ook gewoon een star power. Dat is ook wel heel chill. Penny ook. En die Penny is ook overpower. Die heb ik allebei. Maar ik ga mooi deze selecteren. Deze is wel echt nice. Dan komt er, zeg maar, een vuurzeetje te liggen. Als er een kanon is afgevuurd en die komt op de grond. Beetje hetzelfde als Barley. Maar daardoor is die special meteen 100 keer zo goed. Maar ik denk dat Penny wel iets chiller speelt in deze map dan wat Dynamite deed. Weet ik trouwens ook niet helemaal zeker. Misschien is... Ja, Penny is ook wel goed voor teamplay. Maar op zich, voor solo showdown kan het ook nog wel. Nou, dit is wel lekker. Ik heb nu 2 krachtpunten en ik kan ook een boost pakken. Oh, dat is chill. Oh, wacht even. Ik ga mooi even wachten op deze boost hier zo. Want mocht iemand die nu willen pakken, dan pak ik die snel en dan boom, kom ik tevoorschijn. En dan moet ik trouwens wel uitkijken voor die Daryl, want die had zijn special. Dus, weet je, die kan dan met die specials zo'n boost pakken. En dat moet natuurlijk ook niet. Come on, kom op, kom op, kom op. Ja, bijna. Ja, oké, nice, die heb ik. Kostte me wel zo'n super om hem uiteindelijk te pakken te krijgen. Maar ja, boeien, ik heb hem en daar gaat het om. Maar dan hoop ik dat ik dit potje victory kan halen. Maar check, er zijn nog 9 mensen over en de map is ondertussen al best wel aan het verkleinen. Dat is wel echt altijd zo. Aan het begin, zeg maar, als je met Noob speelt... Als je net Brawl Stars aan het spelen bent, dan zijn er nu misschien nog maar 2 of 3 knoks over. Omdat iedereen vast wel doodgaat. Maar dat is op dit niveau echt heel anders. Maar volgens mij zit hier niemand. Dus dan kunnen we hier weer even afwachten. En als er iemand tevoorschijn komt, ga ik die boost weer pakken. Of zal ik die Crawl nu proberen te killen? Ja, oké, dan proberen we dat. Daar is trouwens ook nog een Daryl. Ja, nice. Kunnen we die pakken? En dan gaan we nu voor die Crawl. Ja, nice. Is dat ook gelukt? Dit gaat hartstikke lekker zo. Dankjewel. 7 krachtpunten. Kijk eens, dit gaat lekker. Daar zit ook nog eentje. Maar ik zal hier trouwens even mijn special in het bosje zetten. Dat is ook wel chill. Dan kan ik een beetje mooi vanuit hier spelen. En dan gaan we echt heel lekker. Dan moet dit potje gebeuren. Daar is een Rico-chat. Hier komt ook nog een boost. Oh, donders. Ik heb die Spike ook al bijna gekild. Dan moet ik trouwens wel uitkijken. Maar ik heb hem sowieso 1 shot. Huppatee.
En oh yo, ik kill ze echt allemaal met mijn special. Dus echt super nice. En wat gaat hij doen? Oh, ja, daar is nog een Mortus. Oké, die heb ik denk ik wel. Ik kan nu weer een special opnieuw neerzetten. Weet je, ik kan gewoon de hele tijd zorgen dat ik die specials pak. En dan gaat hij vanzelf dood. Doe mijn bom. En dan doet hij ook lekker uit. 80 victory. En dit was wel echt een super victory. Wat een nice potjes waren dit. Ik heb er wel wat meer potjes voor moeten spelen. Was niet dat ik ze bam allemaal in één keer haalde, die victories. Maar al met al vind ik het best wel een nice geslaagde video. Gewoon 3 nieuwe skins. En dan, nou ja, wel 3 nieuwe skins. Ricochet heb ik natuurlijk ook gekregen. Maar die ga ik trouwens niet gebruiken. Want ik heb een veel ziekere skin met Rico. Ik heb namelijk Rijke Rico. Die vind ik veel nicer dan deze. Helemaal omdat Rijke Rico best wel zeldzaam heeft. Die hebben niet zo heel veel mensen. Maar in ieder geval laat ik die bij. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de laatste cash special. Zo ja, vergeet natuurlijk allemaal niet even dat duimpje omhoog achter te laten. Dan heb ik tenslotte nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!